Eén dag na de moord op het echtpaar Westra en Aduard houdt de politie een verdachte aan. Goedenavond, het nieuws van Groningen, stad en provincie van woensdag 6 maart. Dit is Noord Vandaag. De 40-jarige verdachte die vanochtend is aangehouden in verband met de moord op Lammert en Margien Westra uit Aduard, heeft zich tegenover het echtpaar voorgedaan als koper van hun boot. Hij vertelde uit Dordrecht te komen, maar in werkelijkheid zwierf hij in en rond de stad Groningen. De man is drugsverslaafd en in het verleden met justitie in aanraking geweest vanwege ernstige geweldsmisdrijven. Het motief voor de dubbele moord is nog niet bekend. Mode- en sportwinkels in Noordoost-Groningen zien hun omzet gemiddeld met 7% teruglopen als de bouw van het Factory Outlet Centrum in Zuidbroek doorgaat. Hierdoor zal leegstand in winkelgebieden als Winschoten, Veendam en Delfzijl versneld optreden. Blijkt uit een onderzoek dat is gemaakt in opdracht van de provincie en de betrokken gemeente. Het rapport is zojuist gepresenteerd op het provinciehuis. Politiek verslaggever Remy van Mannekes. Over het outletcentrum wordt al jaren gesproken. Het vandaag gepresenteerde rapport moet een eind maken aan die discussie. Maar of dat zo is, valt nog te bezien. Straks meer. Dirk de V blijft ook de komende 2 jaar in de extra beveiligde TBS-kliniek in Vught, heeft de Groningse rechtbank besloten. Dirk de V bracht in 1999 stadje Tjerk van Wijk met 60 messteken om het leven. De V had geëist dat hij over een jaar zou worden vrijgelaten, omdat hij in de TBS-kliniek geen menswaardig bestaan zou hebben. En bovendien zou het beter met hem gaan. Maar de rechter denkt dat de man nog te gevaarlijk is voor de maatschappij. Het gemeentebestuur van Appingedam maakt zich zorgen over de financiële situatie. Door de vele bezuinigingen is de gemeente bang dat ze het financieel niet meer op eigen kracht kan volhouden. Als dit zich doorzet, dreigt voor Appingedam de artikel 12 status, waarbij de gemeente onder curatele van het Rijk komt te staan en zelf geen financiële beslissingen meer mag nemen. De 16-jarige Merte uit Haren, die per ongeluk via Facebook duizenden mensen uitnodigde voor haar 16e verjaardag, heeft bezoek gehad van de commissie Cohen. De commissie onderzocht de Facebook-rellen die daarna ontstonden en presenteert vrijdag het rapport met de bevindingen. En wij zenden dat rechtstreeks uit. Een busbaan direct langs de A7 moet zorgen voor sneller openbaar vervoer tussen Leek en de stad. Dat is een van de voorstellen waarmee de provincie Groningen het Westerkwartier beter wil ontsluiten. Volgens de provincie zijn snelle busverbindingen een goed alternatief voor de regiotram die vorig jaar werd afgeschoten. En ook voor de spoorverbinding naar Heerenveen. Beide projecten bleken te duur. Een onderzoek moet duidelijk maken hoeveel geld er nodig is voor een nieuwe busbaan langs de A7. Straks nemen we een kijkje bij de voormalige gemeentehuizen in de gemeente Oldambt. Want wat gebeurt hier eigenlijk mee als gemeenten worden samengevoegd? En van wie wordt deze kamer dan? Van mij. Van jou. We hebben al een beetje van het Veuillot en Pruim. Maar de komende dagen wat gewoon heel ernst. Guur, kil, wisselvallig, koud. Al jaren wordt er gepraat over de mogelijke komst van een factory outlet centrum in Zuidbroek. Voor- en tegenstanders konden tot nu toe nooit eens worden. En vandaag is er dus nieuw onderzoek gepresenteerd. En met de resultaten van dit onderzoek moet de politiek binnenkort een definitief besluit nemen. Verslaggever Remy van Mannekes, die is op het provinciehuis. Ja, Remy, ja, een van de conclusies is dat het terug zou lopen in de omzet van de winkels in de regio. Dat lijkt me niet zo heel erg verrassend, hè? Nee, tegelijkertijd is het nooit zo concreet uitgezocht als deze keer. Ze zeggen nu dat het gemiddeld voor de winkels in de plaatsen rondom Zuidbroek, bijvoorbeeld Winschoten, Veendam, maar ook Delfzijl, dat het gemiddeld voor de winkels daar zo'n 7% aan omzet terugloopt. Maar dat kan ook voor winkels die dichterbij zitten of meer op een bepaalde artikelengroep zijn iets hoger uitvallen. Ja, en dat zou maar net de 7% marge zijn die je als winkelier hebt. Dus het is wel een belangrijk getal, want het gaat natuurlijk niet echt goed in de winkelbranche. Er is veel leegstand ook in de regio. Kortom, ik denk dat dit getal de komende tijd nog heel vaak in de discussie gebruikt zal worden. Maar zijn er ook positieve effecten? Ja, heel positief is bijvoorbeeld het aantal verwachte bezoekers naar zo'n factory outlet centrum in Zuidbroek.
De onderzoekers berekenen een aantal van 1,5 tot 1,7 miljoen bezoekers. Dat hangt een beetje af van de artikelen die je daar verkoopt. En dat levert natuurlijk ook werkgelegenheid op. Als je kijkt naar de cijfers die ze berekend hebben, dan zeggen ze 410 tot 590 arbeidsplaatsen. Staat tegenover dat er ook in de omgeving banen verdwijnen. Een verlies van werkgelegenheid, omdat er dus ook winkels in de omgeving dichtgaan. Berekenen ze 130 tot 160 arbeidsplaatsen voor. Kom je op een netto aantal van een stijging van de werkgelegenheid van 280 tot 430 arbeidsplaatsen. Dat is natuurlijk nog heel aardig. Ja, en trouwens zeggen de onderzoekers er wel bij dat ze er eigenlijk vanuit gaan dat je moet gaan rekenen op die lage aantal arbeidsplaatsen. Omdat het Factory Outlet Centrum in Zuidbroek nou eenmaal heel erg ver van allerlei grote steden ligt. De onderzoekers zeggen in het rapport niks over of ze voor of tegen zo'n factory outlet center zijn. Hè? Kun jij tussen de regels door wel iets eruit opmaken? Nou, ze hebben geschreven dat het vooral een politieke zaak is. Zij willen gewoon cool de feiten presenteren. Maar als je zojuist hier de presentatie hoorde, dan kun je toch wel een beetje merken dat ze aan de negatieve kant zitten. Ze benadrukken vooral de negatieve punten in het rapport en minder de kansen die er dus ook zijn. Met name op het aspect van de werkgelegenheid. Heb je al reacties gehoord? Nou, er werd aanvankelijk gezegd dat dit rapport moest zorgen voor duidelijkheid. En ja, veel mensen hier in Provinciale Staten zeggen, ja, die duidelijkheid is niet echt gekomen. Het zou het moeder der rapporten worden, heeft gedeputeerde Moorlag wel eens gezegd. Want er zijn in het verleden al meer rapporten over dit outletcentrum verschenen. Maar ja, al die feiten die nu in dit rapport staan, die kunnen door voorstanders en ook tegenstanders weer apart worden uitgelegd. Ik praat er even over door met Tim Zerbroek. Hij is fractievoorzitter van D66 in Provinciale Staten. Zit ook in de coalitie en is tot nu toe altijd voorstander van het Factory Outlet Centrum. Dit rapport, brengt u dat aan het twijfelen? Nou, dit rapport dat geeft weer wat op dit moment de actuele stand van zaken is in Oost-Groningen. Op het moment dat zo'n outletcentrum er zou komen. Daarin zitten plussen, daarin zitten minnen. Je noemde net al de werkgelegenheid die er komt. Maar ook de investering die er wordt gedaan in Oost-Groningen. Maar tegelijkertijd roept het ook wel de vraag op die er nu leeft. Wat moeten we doen met al die leegstand? En daar zie ik ook wel een taak voor de provincie. Er wordt ook duidelijk geconcludeerd dat het toch een verlies aan omzet zal zijn voor veel winkeliers in de regio. Ja, daar is al veel leegstand. Bent u niet bang dat het de laatste druppel zal zijn voor deze ondernemers? Nou, vanzelfsprekend hoop ik van niet. We zitten natuurlijk in zware economische tijden en daar is iedereen zich van bewust. Maar tegelijkertijd hebben wij ook de gedachte, een ondernemer wil investeren in dit gebied. Ja, hoe ver moet je dan als politiek gaan en hoe ver moet jij op de stoel van de ondernemer gaan zitten? En ik denk dat je daar heel kritisch naar moet kijken. U kunt zich in ieder geval nog niet uitspreken. Dat zal later gebeuren. Dank u wel. Tim Zwerkboek van D66, een van de coalitiepartijen hier in Provinciale Staten. Remy, wat gaat er tot slot met dat rapport gebeuren? Ja, alle mits en maren worden gewogen door het college. Dat zal volgende week al gebeuren. In het provinciebestuur gaan ze erover spreken. Dan komt er waarschijnlijk toch een voordracht. Maar omdat het in het college heel moeilijk ligt, want ook de VVD is altijd voorstander van dat outletcentrum en ook D66 is nog steeds niet een tegenstander geworden, ja, kan het nog wel eens langer gaan duren. Dankjewel, Remy van Mannekes vanaf het provinciehuis in Groningen. In Aduard is opgelucht gereageerd op de aanhouding van een 40-jarige verdachte in verband met de moord op het echtpaar Lammert en Margien Westra. Maar veel dorpsbewoners zitten nog steeds met een belangrijke vraag. Waarom? Misdaadverslaggever Peter Stijnvoort. Ja, de politie heeft dus een verdachte gearresteerd. Tuut, dat is snel. Kan inderdaad snel gaan. In politieseries zoals CSI wordt een moord vaak in een uurtje opgelost. In dit geval zeiden ze van, nou, geef ons tenminste een week, maar vandaag dus al een verdachte gearresteerd. Al moet nog wel blijken natuurlijk, het bewijs moet verzameld worden dat hij ook daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de dood van het echtpaar. Aan deze steiger langs het Hoendiep in Hoogkerk lag de boot van Lammert en Margien Westra de afgelopen jaren afgemeerd. Gistermiddag wordt de Milo een paar honderd meter verderop door de politie uit het water getakeld voor sporenonderzoek. Of de verdachte die is gearresteerd ook de man is die de boot van de familie Westra wilde kopen, laat de politie vooralsnog in het midden. Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen. De man is nog maar net aangehouden. Het zal ook uit zijn verhoor moeten blijken. En of dit de man is die bijvoorbeeld op de boot heeft gevaren, weten we ook niet. In de Rijskampstraat in Aduard, waar het echtpaar woonde, is opgelucht op het nieuws gereageerd. Al blijven veel vragen onbeantwoord. Er valt hier ook niks te halen. We zijn allemaal gewoon keiharde arbeiders en geweest. En ik bedoel, dat zijn vragen van ja, waarom?
Waarom is het gebeurd? Ook de politie kan het antwoord op die vraag nog niet geven. Wat in ieder geval vaststaat is dat de verdachte en de slachtoffers elkaar niet kenden. Het is een bekende van de politie. Hij is eerder met de politie in aanraking geweest. Voor wat voor zaken dat betreft, daar kan ik niets over zeggen. Ja, Peter, de politie die houdt zich op de vlakte, maar wij durven toch al wel te zeggen dat de verdachte inderdaad die potentiële koper was. Ja, in het kader van zo'n dergelijk onderzoek laat de politie nooit het achterste van haar tong zien. Maar in dit geval weet ik dat ze deze man gisteren al op de korrel hadden. De man had maandagmiddag een afspraak met de familie Westra om die boot te bekijken. Hij zei dat hij uit Dordrecht kwam, maar ja, dat blijkt dus een leugentje om Bestwil. Want wat blijkt, hij is de afgelopen tijd hield hij zich met name op in de stad Groningen en daaromheen. En hij zou een paar dagen geleden al tegen vrienden hebben gezegd dat hij zijn oog had laten vallen op een mooi bootje in het Hoendiep bij Hoogkerk. Ah. En de verdachte is een bekende van de politie? Wat weet je daarvan? Nou, het is iemand die dak- en thuisloos is. Hij is verslaafd. En daar ging de politie dus ook niet op in, om dezelfde reden. Hij is verslaafd en hij is vaker met justitie in aanraking geweest voor ernstige geweldsmisdrijven. Daarbij zou het trouwens niet gaan om moord of doodslag, waar in dit geval sprake van is. Ja, grote vraag is natuurlijk waarom. We zeiden net al, van bewoners willen dat ook weten. Is er al iets duidelijk over het motief? Nou, wat we kunnen uitsluiten is dat het om roof gaat. Als je kijkt, de boot is teruggevonden, de auto van het echtpaar is teruggevonden. De persoonlijke bezittingen, zowel in de auto als op de boot, zijn teruggevonden, niet meegenomen. Dus daaruit zou je kunnen afleiden van ja, ging het dus niet om roof. Wat is het dan wel geweest? Ja, misschien was de man inderdaad gewoon wel geïnteresseerd in de boot van het echtpaar. Wilde die er bijvoorbeeld op gaan wonen? En is er tijdens die proefvaart, ja, is er iets vreselijk misgegaan? Misschien, en dat weten we natuurlijk ook niet zeker, heeft hij van tevoren het voornemen gehad om het echtpaar van het leven te beroven. Maar nogmaals, over het hoe en waarom, ja, er is nog niks over duidelijk. Oké, okay, Peter Stijnvoort, dankjewel. Ik luister altijd naar Radio Noord en ik word er ook met wakker. En wat ik zelf hoog eerder naar luister is Harma. Want die vertelt me precies wat voor weer ik kreeg die dag. En en als boer, dan kijk je altijd naar het weer en moet je er ook rekening mee houden. Van, nou, kan ik vandoor weer op plan aan de gang? En dat vertelt Harma me. Groningse boeren dreigen failliet te gaan als ze niet verder mogen uitbreiden. Zeiden ze gisteren tijdens een hoorzitting over het plan om in een groot deel van de provincie een maximale staloppervlakte van 2 hectare toe te staan. De PvdA, de SP, GroenLinks en D66 in de Staten hopen hiermee de komst van grote stallen tegen te gaan. Maar volgens de boeren kunnen ze alleen overleven als er meer gebouwd mag worden. Melkveehouder Henk Rozenboom uit Bedum is een van de vele boeren die niet aan banden gelegd wil worden. Geef mij maar mooi een gezinsbedrijf. Vader, zoon, de vrouw die wat meehelpt. Dat vind ik mooi. Rozenboom hoeft dus geen megastal. Maar hij wil wel de mogelijkheid hebben om zijn melkveehouderij later samen met zijn zoon verder uit te bouwen. Nu heeft hij nog 100 melkkoeien, maar dat zouden er maar zo 2 keer zoveel kunnen worden. Schaalontwikkeling gaat door, de techniek gaat door, dus we kunnen steeds meer koeien per man houden. En dan moet het niet zo wezen dat wij beperkt worden door de politiek eigenlijk. Terwijl de ruimte genoeg hier in het Groningse landschap is. Rozenboom en een groot aantal andere boeren maakten tijdens de druk bezochte hoorzitting duidelijk dat uitbreiding nodig is om te kunnen overleven. De grens van 2 hectare moet worden geschrapt en er moet maatwerk geleverd worden. Boven de 2 hectare kunnen we met elkaar in gesprek om tot een oplossing te komen. Hiermee voorkom je dat de boeren creatief met hun 2 hectare zullen omgaan en alles maar zo dicht mogelijk op elkaar proppen. Dat gaat niet werken. In de Staten is een sleutelrol weggelegd voor de PvdA. Die partij was voor het verder aan banden leggen van boeren. Maar inmiddels denkt de fractie na over een plan dat boeren die duurzaam werken meer bebouwing toestaat. Als u dat wilt, dan vragen we ook wat aan u als ondernemer. Laat nu eens zien wat duurzaamheid, hoe wilt u duurzaam uw bedrijfsvoering doen? Wat gaat u daarvoor doen? En dat je op die manier ruimte gaat verdienen. En dus lijkt het erop dat er een oplossing komt voor Henk Rozenboom en zijn zoon Gerben. Als ze duurzaam werken, mogen ze dan toch meer dan 2 hectare bebouwen. En kunnen ze de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Straks, de basketballers van Gasterra Flames wonnen gisteravond, maar vraag niet hoe. En nu eerst, komen gemeentehuizen massaal leeg te staan als het komt tot grootschalige herindeling? Die vraag is actueel na het vorige week gepresenteerde plan om de 23 Groninger gemeenten samen te voegen tot 6 nieuwe gemeenten. Aanleiding om eens te kijken bij de voormalige gemeentehuizen van de gemeente Oldambt, die 3 jaar geleden gevormd werden uit gemeente Scheemda, Winschoten en Reiderland. Wat is nou jouw kamer, Bas, hier? Deze? Het voormalige gemeentehuis van Reiderland in Beerta. Een groepje jongeren bekijkt hun toekomstige woonplek. Hier komt de douche en hier is ook om de wc. Het gemeentehuis is aangekocht door Stichting Klein Voorhout uit Scheemda, die er appartementen bouwt voor de huisvesting van jongeren met een beperking. Eerder deed de stichting dat ook al in het voormalige gemeentehuis van Nieuwe-Pekela. Er moet ontzettend veel gebeuren. Douches, wc's aanleggen, riolering, elektriciteitsleidingen aanpassen en dat soort dingen. Stond het gemeentehuis van Reiderland nog een aantal jaren leeg? In Scheemda is dat geen moment het geval geweest. Het gebouw is nog altijd in gebruik door een deel van het ambtenarenkorps van de nieuwe gemeente Oldambt. Dit gemeentekantoor zoals het hier staat heeft een belangrijke rol als het gaat om personeelszaken. Heeft een belangrijke rol voor welzijn, onderwijs. Het wordt allemaal van hieruit georganiseerd. En ik denk dat ook financiën zitten voor een deel hier in dit gebouw. Dus het is voor ons zeer belangrijk dat het goed kan blijven draaien. We kunnen het nog niet overdragen naar Winschoten. In Oldambt zijn er dus geen problemen. Blijft de vraag of dat na de uitvoering van de plannen voor de herindeling van alle gemeenten in Groningen ook het geval is. Daarover lopen de meningen uiteen. En nu zal het toch wel lastiger worden. We hebben veel ruimte, veel lege ruimte. En gemeentehuizen worden wel op die lijst erbij opgezet. Dus dat alternatief voor mensen die wat willen is natuurlijk veel groter geworden in de laatste jaren. En dat baart ons wel zorg. Je moet het omdraaien. De Randstad heeft natuurlijk een heleboel vervoersproblemen. En dit is de enige plek in het land waar je vlakbij de snelweg zit en waar dit soort gebouwen relatief gezien zeer goedkoop zijn. Als we een dergelijk gebouw als dit hadden moeten kopen in de Randstad, dan waren we misschien wel 8 keer zoveel geld kwijt geweest. Het is wel leuk om de toekomstige woonkamer ook even te zien. De meeste supporters van Gasterra Flames zullen gisteravond enigszins teleurgesteld Martini Plaza hebben verlaten. Niet vanwege het resultaat, want Flames won eenvoudig met 63-50 van Den Helder, maar vooral vanwege het vertoonde spel. Saai en bij vlagen zelfs vermoeiend was het spel van Flames. Maar na afloop kijken de spelers en de coach heel anders terug op de wedstrijd. Very good defense. I said all the things we tried to improve. In the past, we did. Er waren weinig hoogtepuntjes, maar ik denk dat het voor ons zelf heel belangrijk is dat we nu heel goed verdedigen op deze wedstrijd. En aanvallend komt het wel weer, dat hebben we in het verleden wel laten zien. De laatste weken was er kritiek op het verdedigende spel van de Groningers. De tegenstander maakte te veel punten, maar dat was gisteravond wel anders. Den Helder kwam niet verder dan 50 schamele puntjes. We zijn er afgelopen weken ook veel mee bezig geweest om die verdediging gewoon wat aan te scherpen. Want als je 90 punten tegenkrijgt, dan wordt het heel lastig om wedstrijd te winnen. De wedstrijd tegen Den Helder is een groot contrast met het duel tegen Aris van vorige week. Het spektakel tegen de Vriezen is ingeruild voor verdedigend stabiel basketbal. De voorkeur van Skellin is duidelijk. I prefer much more a game like this because I think that the defense is very important and a level of a defense will decide our future and what we will do this year. Flames lijkt een stap dichterbij te komen waar het wil zijn richting de play-offs. Ook al blijft het onduidelijk of de Groningers er klaar voor zijn. It's difficult to say are we ready or not. But I think that the period which is in front of us, that we will not be less ready than other teams. Flames heeft nog ruim een maand voordat de play-offs beginnen om de puntjes op de i te zetten. En dan nog even dit. Door per ongeluk op een alarmknop op de kamer van burgemeester Peter Reewinkel van Groningen te drukken, heeft FC Groningen-directeur Hans Nijland ongewild een grote politiemacht op de been gebracht. Hij zat voor een afspraak te wachten, liep wat rond en drukte vervolgens in gedachten de knop in. En dat bleef niet zonder gevolgen. In korte tijd arriveerde op de Grote Markt een grote politiemacht.
En dat brengt ons bij het einde van Noord Vandaag van woensdag 6 maart. Zometeen Harma Boer over het weer en een nieuwe aflevering van Klauk. En voor nu wens ik u alvast een heel mooie avond.